als het goed is, gaan we nu naar Ludwig van Mulier. Ludwig, een goede nacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara wereldwijd. Ik groet u, Odi Odi, en ik ben u graag weer van dienst met mijn wekelijks commentaar op de actualiteit in ons geliefd Suriname. Want het is bijzonder spannend in Suriname met betrekking tot alles dat niet met die politiek te maken heeft. Dus ik begrijp het niet hoe ons land zo snel de aandacht verliest op de hoofdzaken. Want ik moet u zeggen, het is me opgevallen, echt. Daarom zeg ik het even helemaal in het begin. Dat als ik zo het overzicht bekijk van het nieuws dat ik met u wil behandelen, dan heb ik heel wat gewoon wat moeten wegschrappen als kwaliteit negligible, zegt de Fransman. Negeerbare kwaliteit. Omdat ik ga u niet bezighouden met huis, tuin en keukentaal in de Surinaamse binnenlandse politiek, wat nergens op slaat. Het gaat alleen maar over materiële zaken. Te maken hebben met wie corrupt is en wie niet. En wat er is ontdekt, want u weet, de nieuwe regering neemt het over van de oude. En het nieuws wat we hebben, al 3 weken lang, 4 weken, want ze zitten al langer dan een maand, zit onze nieuwe regering. En we hebben vertrouwen nog steeds in die regering. De bevolking heeft DC Bouterse van de NDP weggestemd. En dat is nog steeds de sfeer in het land. Dus de bevolking wil op geen enkele wijze iets horen van NDP. Dat is de hoofdzaak. Maar dan zie je dat de NDP allerlei moeite doet om in het nieuws te komen. En dat in Suriname de regie het niet doorheeft. Dat men overal in discussie gaat met allerlei gewauwel van meneer Bouterse. Ik raad u allemaal aan om naar de sociale media te kijken, naar die laatste zogenaamde digitale meetings van de NDP. En dan zie je duidelijk dat die man een paar glaasjes whisky op heeft en de boel aan het entertainen is. De grote entertainer is weer bezig. Maar hij heeft geen podium meer. Ozeer betekent niks meer dan dat de NDP aan het afbrokkelen is. En ik vraag me af wat er straks nog over gaat blijven van die partij. En want daar kom ik ook op. Want ik ben nog lang niet klaar met de NDP. Maar het komt erop neer. Men laat zich het nieuws voorlezen door meneer Bouterse nog steeds. Die dan gaat hij de stad hermetisch afsluiten. Maar dan heeft hij van die lakeien, zoals de voormalige VP, meneer Adin, die dan hem meehelpt in het parlement een beetje ruis te veroorzaken. En dan gaat in Suriname gaat alle aandacht naar die sideline opmerkingen van de NDP, die nu niets te vertellen heeft. Dus ik zou Suriname willen aanraden, laten we ons bezighouden met de hoofdzaken. En dan benoem ik tot de belangrijkste bijzaak die niets te maken heeft met de actualiteit. En dat is de NDP. Laten we die berichten van de NDP achterwege laten. Want ik heb nog geen enkel belangrijk bericht gehoord van de NDP. Het is alleen maar spartelen in de marge. Vanwege hun onwennigheid met de situatie dat ze geen macht meer hebben in het land. En ik moet u zeggen, de onthullingen die elke dag naar boven komen, zijn schrikbarend, omdat je duidelijk ziet dat de NDP samen met de geldschieters van de NDP serieus bezig is geweest om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden en met grootschalige omkopingen waar ze miljoenen in hebben gestoken. En ik heb het over miljoenen Amerikaanse dollars, hoor. Niet die miljoenen SRD's gedeeld door 14 of 15. Nee, ik heb het over echt bigimonie wat de NDP heeft gestoken in de uitslag van de verkiezingen. En ze hebben lelijk op hun neus gekeken. En dat is het gestotter wat je nu verneemt van die NDP. Dat men eigenlijk helemaal verbouwereerd is en verrast en overrompeld door de verkiezingsuitslag. En daarom heeft men
In allereil heeft men bij de eerste weken van de nieuwe regering Santokhi, onder leiding van president Santokhi, heeft men op grote schaal gesaboteerd. En toen ging alle aandacht weer naar de details. Men maakte bekend dat computers zijn verdwenen, auto's zijn er niet op hun plek en dat soort dingen. Maar men legde eigenlijk die accenten niet waar ze behoorden te zijn. Namelijk, het verdwijnen van de computers had niks te maken met corruptie van het wegbrengen van materiële zaken. Het had te maken met het wegwissen van alles wat ons oog niet mag zien. Daarmee had het te maken. Men had het verdwijnen van dingen en het scheppen van ruis, het bewust saboteren van de nieuwe start van de nieuwe regering, had men veel duidelijker en efficiënter moeten verslaan als directe sabotage van de NDP. En men heeft het accent te veel gelegd op de waarde van computers en de waarde van auto's en wie wel een nieuwe auto krijgt en wie niet. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk, maar niet zo belangrijk als de inhoudelijke kant van de zaak, namelijk de bewuste sabotagepogingen en het bewust wegwissen van onoorbare praktijken die je natuurlijk terug kan vinden in een computer. Dus laat me dus dat even gezegd hebben, voordat ik dus overga tot de orde van mijn programma. Het is namelijk zo, we maken nu mee de overgang van 4 september naar 5 september 2020. De regering zit iets langer dan 4 weken aan en iedereen kijkt met grote ogen naar de verrichtingen van de nieuwe regering, omdat voorlopig niet al te veel uit de koker van die regering naar voren is gekomen. En het blijft een soort spanningsveld tussen de VAP en de ABOP, als de twee grootste partijen van de coalitieregering. En dan ga ik eventjes beginnen met mijn routine door u erop te wijzen, weer wat betreft het nieuws rondom de COVID-19 pandemie, de coronapandemie in de wereld en in Suriname. Het aantal doden in Suriname bedraagt 75 dit weekend. Is hij weer gesprongen naar 75. En het was al op 72, dus 3 doden erbij. Het is dus toch een alarmerende situatie dat de stijging constant is. En nu is het zo dat in de wereld ook een nieuws is wat een beetje hilarisch is, maar wat toch de moeite waard is om in verband te brengen met Suriname. En dat is wat er in Indonesië aan de hand is. Indonesië, ik had u gezegd, er is een wereldranglijst van het aantal doden dat veroorzaakt wordt door de coronapandemie. En Indonesië, met meer dan 200 miljoen inwoners, staat bovenaan de lijst en is van Zuidoost-Azië. Het heeft een hoge besmettingsgraad. Ja? En daarom is Indonesië in het nieuws, in het wereldnieuws. Want er is daar ook een situatie gesignaleerd dat een beetje hilarisch is. Die situatie is een beetje hilarisch. En het heeft zin om het toch eventjes te behandelen. Ik zei u al, die bevolking van Indonesië bedraagt meer dan 200 miljoen inwoners en verspreid over duizenden kleine eilandjes. En ik vind het een geweldige prestatie van Indonesië dat men de eenheidsstaat bij elkaar houdt. En dat is echt iets voor Suriname om lering uit te trekken. Want wij zitten met een heel piepkleine bevolking. Zitten wij onderling ruzie te maken met elkaar. En in Indonesië moeten ze die duizenden eilanden bij elkaar houden als eenheidsstaat. En daar slagen ze heel goed in. Natuurlijk, voornamelijk dankzij de ideologie die is ingeslepen door de voormalige leider die nou overleden is van het Indonesisch nationalisme, Soekarno.
Ja, die heeft de Pentaxila. Is een ideologie die hij heeft bedacht toen hij in de gevangenis zat in Sidul en op een aantal andere eilanden. Toen hij tijdens het Nederlands kolonialisme gevangen was genomen, heeft hij een ideologie uitgedacht om die Indonesische bevolking bij elkaar te houden. En daar kom ik een andere keer op. Maar ik ga even naar het nieuws rondom corona. Namelijk, in Indonesië heeft men een soort straf bedacht dat als jij je niet houdt aan die lockdown en men je op straat aantreft of men ziet dat je de richtlijnen rondom het dragen van een mondkapje en het houden van die anderhalve meter afstand als men je daarop betrapt, heeft men iets uitgevonden dat je een boete krijgt van €14 ongeveer teruggerekend. Als je die roepia terugrekent, dan komt het op ongeveer €14-15 boete. Of dat men je in een doodskist dat je moet gaan liggen in een doodskist en daar ik weet niet, een uur of wat of een dag moet verblijven. Dus dat is alternatief voor de mensen die €14 niet hebben. En het schijnt, het was afdoende, het schijnt effectief te zijn geweest, want dat is maar vrede en voor dood in haar doodskist. En toen men zag dat het een beetje de bevolking toch een zekere schrik aanjoeg, heeft men het een beetje uitgebreid dat men een processie houdt met een doodkist door die dichtbevolkte weken, om de mensen eraan te herinneren, if ino hori serif, na de regel voor COVID-19, aan die coronapandemie, als je daar niet aan gehoorzaamt, dan wacht jou een straf om in die doodskist te gaan liggen. En men begon ook in die wijken, waar dus de ontwikkelingsgraad van die bevolking gering is, en mensen geen onderwijs hebben genoten, dan begon men verhaaltjes te vertellen dat er 's nachts, dus wanneer die lockdown geldt, dat er geesten op straat lopen die op zoek zijn naar die corona-overtreders. En dus men joeg die bevolking angst aan. En ja, ik vertel het een beetje hilarisch, maar zo is het ook in de internationale pers verschenen. Dat alle aandacht naar Indonesië ging, want zoiets had men nog nooit verhoord in de wereld. Dat men de bevolking onder controle probeert te houden met doodsverhalen en straffen uitdeelt om in een doodskist te gaan liggen. Maar inmiddels heeft men vanwege allerlei neveneffecten van die maatregelen heeft men dat ding afgeschaft. Dus je hoeft niet meer in die doodskist te gaan liggen. Maar die optochten met die doodskist symbolisch om die bevolking af te schrikken en die verhalen over spoken die 's nachts jagen op de lockdown-overtreders, die blijven aanhouden. En men heeft die actie verlengd tot 10 september aanstaande. Het is, daarom heb ik zo net even aangegeven dat we zitten in de nacht van vrijdag 4 september tot zaterdag 5 september. En dus tot 10 september is in Indonesië deze ludieke actie om met een doodskist door de wijken te lopen en die mensen bang te maken dat 's nachts tijdens die lockdown die geesten actief zijn, dat die actie duurt tot 10 september. Waarom haal ik dit aan, onder andere, behalve dat het nieuws is? Trouwens, ik moet u nog even aangeven de ernst van die situatie, namelijk dat het gaat om die 700, dus 7750 doden nu al, 7750 doden die er gevallen zijn in Indonesië. En daarmee staat Indonesië op dus als vierde dichtstbevolkte land in die regio, staat Indonesië bovenaan de lijst in Zuidoost-Azië, waar de meeste doden vallen. En natuurlijk is het de hoofdstad Jakarta, bekend om zijn dichtbevolktheid, waar in die sloppenweken de meeste doden vallen. En waarom ik dit ook aanhaal, is om even terug te gaan naar Suriname, ons geliefd Suriname, dat wij worstelen met een dodenaantal van 75 totaal, maar natuurlijk is onze bevolking niet te vergelijken met die meer dan 200 miljoen
Indonesiërs in Indonesië. En het punt is waar ik op wees, en dat ik toch waardeer, ik gaf ze net al aan, die ideologie in Indonesië, die ervoor zorgt dat die bevolking optreedt als een eenheidsstaat, dat wij daar heel veel van kunnen leren, en waarvan wij ook kunnen leren, ondanks die hoge besmettingsgraad in Indonesië, kunnen we leren van dat ze daar moeite dus doen, hoe ze die bevolkingslagen die weinig onderwijs hebben genoten en waarmee er moeilijk te communiceren valt, toch tot hun verstand te brengen wat een pandemie is. Want daar gaat het om. Het gaat om dat het tussen de oren zit. Je bevolking moet begrijpen wat een pandemie is en moet voelen, als het ware, wat het betekent om zomaar je geliefde te missen doordat ze doodgaan, gewoon omdat ze besmet zijn. En wanneer dat doordringt door die mensen, dan gaat u zien hoe ze zich wel houden aan regels. Maar je ziet in Suriname, en dan ga ik dus die sprong maken naar Suriname, zie ik een ontwikkeling die ik tegen deze achtergrond nu als nieuws breng. Namelijk dat ik vernam dat men bepaalde taken die te maken hadden met de fysieke aanpak van bepaalde maatregelen die op medische gronden zijn genomen in Suriname, dat men die veiligheidsdienst die onder het ministerie van Defensie viel, en met die roemruchte mevrouw COVID, Vera, dat men die heeft overgeheveld. Men heeft de taken van de veiligheidsdienst die te maken hadden met men die lockdown in Suriname heeft uitgebreid in het hele weekend. Dus vanaf vrijdag tot en met maandag. En dus men is benieuwd hoeveel overtreders er zullen zijn. Want er is in alle toonaarden is er in Suriname wordt er reclame gemaakt dat de politie hard gaat optreden tegen de bevolking. Dus het is bijna een soort oorlog tussen de politie en de wetovertreders. En wijs ik daarop van, ja, dat legt geen zoden aan de dijk. Omdat het gaat om wat er tussen de oren van de mensen blijft hangen. En daar moet je met andere methoden, met andere methodieken, moet je omgaan met dit fenomeen. En niet met repressie. Repressie is iets dat uit de gewapende machten komt. En als je die bevolking daarmee gaat afschrikken, dat je gewapenderwijs de lockdown gaat afdwingen, dan speel je met vuur. Dat is mijn waarschuwing van de richting waarin ik zie dat het in Suriname vanuit het beleid naartoe gaat. Dat het was al onduidelijk dat die COVID-beheersing deels onder het ministerie van Defensie viel. En nu gaat het van Defensie naar Justitie. En natuurlijk zal er het een en ander bij Defensie blijven. Maar dan heeft Justitie er nou mee te maken. En dan hoor je de directeur van Defensie zeggen dat er geen goede communicatie bestaat tussen Defensie en Justitie. Dus ik weet niet wat we mogen verwachten van die beheersing van de pandemie in Suriname nu ik deze ontwikkelingen zie. En dat je steeds minder hoort hoe men interacteert en communiceert met de medische bronnen die in feite dat onderzoek naar de verspreiding moeten monitoren. Het onderzoek van de wetenschappelijke aard van het beestje, ja, dat is belangrijk dat die bevolking daarvan op de hoogte wordt gehouden. Want zoals het in de hele wereld op dit moment aan toe gaat, zie je dat er met de dag er verschuivingen zijn in de concepties van wat de pandemie inhoudt. Ja, je hebt verschillende versies die de ronde doet. En ook, als ik maar een voorbeeld neem aan de discussie die in Nederland rondom mondkapje en anderhalve meter afstand. De Nederlanders zijn baas daarin wat dat betreft. Want hier weet men alles van praten en discussiëren. Dus er wordt gediscussieerd tot op het bot. Ja, Surinamers zijn wat dat betreft niet mondig.
Je hebt dus wel steeds meer mensen die artikelen schrijven en die naar de pers sturen. Maar het is nog ongecoördineerd. De inhoudelijke discussie over wat corona inhoudt en hoe men in Suriname de Surinaamse versie van corona, dus laat me het zo zeggen, het Surinaamse gezicht van corona, hoe men dat op zijn Surinaams aan het aanpakken is. Daar weet niemand iets van, omdat er gewoon geen informatie wordt verstrekt daarover. Van welke artsen in Suriname beheersen, hebben de leiding wat betreft het wetenschappelijke onderzoek. Welke biologen houden zich met het fenomeen bezig? Welke epidemiologen zijn ermee bezig? Hoe is de samenwerking tussen de medische afdelingen die de pandemie in de gaten houden en de ziekenhuizen waar de registraties plaatsvinden? Dat moet ik wel zeggen, dat doet men. Men is steeds beter in het bijhouden van de medische statistieken. Dus daar ben ik blij om. Dus het is niet helemaal nulpunt. Maar men heeft toch een armslag. Maar het is te mager. En de communicatie, dat moet men aan die bevolking uitleggen. Van hoe ziet die piramide eruit van de president, die dus de beslissing heeft in het land over alles. Want we hebben de president, volgens onze grondwet, en wordt de president alle volmachten gegeven om te kunnen optreden. Dus dat geldt ook voor inzake de coronapandemie, dat die president mag optreden. En welke volmachten, tenminste welke macht heeft hij, en hoe delegeert hij die macht naar de medische sector, naar de handhavers. Ja, dus waarschijnlijk is daardoor de verschuiving, heeft daardoor plaats gehad dat men ervan uitgaat dat politie moet handhaven. Dus dan geldt het ook voor corona, dat die niet goed is bij de veiligheidsdienst, maar dat je dus die corona, die laat zeggen de fysieke arm om die bevolking daarmede in het gareel te brengen, moet je verschuiven van defensie naar politie. Maar dat is een theorie. De vraag is die Surinaamse politie toegerust om ook die taak te kunnen volbrengen? En of kunnen ze dat niet samen met defensie, als het eenmaal onder defensie viel, et cetera? Met andere woorden, er is een gerommel in de beleidsmatige aanpak van de beheersing van de pandemie in Suriname en van de monitoring van het terugdringen en de monitoring van ook de medische inhoudelijke kant, namelijk van hoe ver staat het? Heeft men nagedacht dat wanneer er een vaccinatieprogramma komt in de wereld om deze pandemie te stuiten, hoe Suriname daarop inspeelt? En dat bedoel ik niet alleen op de financiële kant, hè? Want we zijn koning en keizer op het gebied van bedelen. Daar heb ik het niet over. Bedelen kan iedereen. Handje ophouden bij rijkere landen om geld te krijgen. Maar het gaat erom, wat doe je zelf in Suriname aan preventie? En wat doe je in Suriname aan het medisch controleren van de zaak? En dan heb ik het dus over die medisch inhoudelijke bevindingen, waarvan er ook de wildste verhalen in de pers de ronde doet, van mensen die zeggen dat ze een medicijn gevonden hebben tegen corona. Liever treedt men streng op tegen die kwakzalvers die de bevolking allerlei dingetjes verkopen, waardoor mensen nodeloos het risico lopen om die besmetting op te lopen en niet luisteren naar de algemene internationale bevindingen rondom de beheersing van die pandemie. Dus ik wijs erop dat de Surinaamse voorlichting, de overheidsvoorlichting en de Surinaamse media een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Ze moeten niet doen alsof zij er niks mee te maken hebben. Ze hebben er alles mee te maken, omdat de beheersing van de pandemie in een totale grote bevolking te maken heeft met wat er tussen die oren van de mensen leeft. En dan verwijs ik dus even naar Indonesië weer, waar de Indonesiërs dat wel hebben begrepen door met hun ludieke actie
van die doodkist te beginnen. Het is maar een begin. En ze hebben gezien dat het een beetje uit de hand begon te lopen wat betreft de effecten. En ze hebben dus die acties een beetje afgeremd. Hier en daar opgeheven zelfs. En er is bekendgemaakt dat tot 10 september nog men door de wijken met een doodskist gaat lopen om de mensen schrik aan te jagen. Dat men moet luisteren naar het overheidsbeleid, omdat dat in ons aller belang is. En nou hoeven wij in Suriname niet met doodskist te gaan lopen. Wat dat betreft zijn we in Suriname een stukje verder. Maar je moet de essentie moet je snappen. En de essentie is dat er meer gewerkt moet worden aan de psychologische criteria, namelijk wat tussen die oren van de Surinamer zit, waardoor je zeker weet dat de jeugd, de risicogroepen, dat die extra beschermd worden en dat ze luisteren naar het centraal gevoerde anti-corona-beleid in Suriname. Dus ik bedoel met anti-corona, dus dat men probeert de pandemie te monitoren en de besmettingsgraad te verkleinen. En dat iedereen dat begrijpt waar we, in welk stadium we ons bevinden in Suriname. Dan gaat u zien dat de rust terugkeert en dat wij niet met militaire middelen en met wapens van defensie en van justitie en politie in Suriname de bevolking schrik moeten aanjagen, dat we een repressie gaan uitvoeren met die lockdown in de weekenden en als het ware oorlog voeren met je eigen bevolking in de weekenden. Het brengt alleen maar onvrede met zich mee en het is een wake-up call aan onze nieuwe president om omzichtiger om te gaan met het anti-corona beleid, dus het indammen van de coronapandemie in Suriname die nu een enorme stijging kent. Goed, laat me even stoppen met corona, want je kunt het hele programma wel vullen met corona. Ik wijs nu nog op een droevig nieuws dat een van onze goede vrienden, Roel Dayala, is overleden. Radio Tamara heeft op verschillende momenten er aandacht aan besteed. En ik moet u zeggen, de reacties van luisteraars zijn enorm. De man is heel bekend en populair in de Surinaamse gemeenschap, blijkt het wel. Dat Roel zich nationaal heel positief heeft ingezet. De mensen zijn vol lof. Men zegt over de doden niks dan goeds. Maar Roel heeft het verdiend. Want je hoort van alle kanten dat men ingenomen is geweest, of is nog steeds, met zijn bijdrage aan de verheffing van het Surinaamse volk. Hij heeft zijn steentje bijgedragen om bewustzijn te brengen. Het is een man die uit die medische hoek komt en dus veel op het gebied van materiaalverzending naar Suriname heeft gedaan. En daar herinneren een heleboel luisteraars ons aan. Nogmaals, gecondoleerd de familie van Roel Dayala en de Surinaamse gemeenschap. Een heel belangrijk Surinamer, strijder en een man die zijn hart op de juiste plaats had voor Suriname, is heen gegaan. Mogen zijn ziel rusten in vrede. Dan ga ik over naar wat de Surinaamse politiek bezighoudt. Dat is de vriendjespolitiek, waar men maar niet over kan ophouden met discussies. Want elke dag is er weer nieuwe munitie, nieuwe stof die opwaait en waar de bevolking het over heeft. En dan moet ik u zeggen dat juist de partij in de regering met het minste aantal zetels, dat is de PL, die in de regering rijkelijk beloond wordt met allerlei posten die Somaharjo eruit te slepen weet. Namelijk, Somaharjo, die is een conctie, een samenwerkingsverband aangegaan met de ABOP. En hij bespeelt de ABOP als een, als wanneer kinderen naar Confriari stuurt op een kermis en ze op een paardje lekker gaan zitten te hobbelen en op een draaimolen, in een draaimolen of een carousel zitten met plezier. Zo is Sommo bezig Brunswijk te bespelen. Hij trekt alle voordelen voor zijn partij eruit, omdat Brunswijk politiek gezien
Geen enkele partij is voor zo'n radio. Hij wendt Brunswijk op allerlei manieren op zijn vingers. En dat heeft Brunswijk niet door. Brunswijk is slachtoffer van twee politieke partijen op dit moment. De NDP die aan hem trekt. En binnen de regeringscoalitie is het zijn coalitiepartner, de PL, die het onderste uit de kan haalt. En het verbaast me dan ook niet dat de PL, omdat die de spillebeentjes heeft om positie te kiezen binnen deze regering, deze regeringscoalitie, waar ik van vind dat de NPS eigenlijk de beste kaarten heeft. De NPS is op het stuk van betrouwbaarheid, ethiek en het kunnen bestrijden van alles wat onoorbaar is, zoals corruptie, etc. heeft de NPS de beste kaarten. Ja, ik wil niet zeggen dat de NPS de beste politieke partij is, maar die is het minst besproken op dat gebied. En het meest besproken, en dat de eerlijkheid gebiedt me dat te zeggen, dat is dus de PL, onder leiding van Somar Jong. En want die heeft zijn vrouw, heeft die als onderdirecteur geplaatst van het ministerie van volkshuisvesting. Ja, en hij heeft een persoonlijke, dus niet die mevrouw verdient zichzelf op de kritiek die is geuit vanwege vriendjespolitiek en nepotisme, het bevoordelen van familie en vrienden. Niet die mevrouw verdedigt zich, nee. Zo'n hartje verdedigt zijn vrouw. En dan brengt hij alleen maar naar voren dat ze hoog ontwikkeld is. En wanneer het hoog ontwikkelde onder een vergrootglas zet en het zonlicht erop laat schijnen, dan zie je dat hooggeschoolde aan hun vrouw voornamelijk bestaat uit politieke benoemingen die ze in het verleden, waar ze het geluk mee had, omdat ze partner is van meneer Somarjo, en dat ze hoge functies heeft gekregen, makkelijk. En dan worden die functies nu opgegeven als haar deskundigheid. En dan zeg ik, dat is één ding, maar dan gaat het niet om in Suriname. In Suriname gaat het om de belofte aan het volk dat je niet family and friends zou bevoordelen boven anderen in Suriname, boven anderen onder de bevolking, onder de burgers, die beschikken over dezelfde kwaliteiten, of zelfs betere kwaliteiten. En dan ga ik u een voorbeeld geven, want ik kom straks, dit is een inleiding op het nieuws, wat ik, de bom die nu op dit stuk in Suriname aan het vallen is, voordat ik naar die bom ga, naar het nieuws van vandaag, wil ik even wijzen op dus de wijze waarop Somarjo zijn vrouw, zijn echtgenote beschermt, wat te begrijpen is, en hij brengt heel goede argumenten naar voren. Alleen gaat die discussie niet daarover. Dus weet u, ik zie het in het management, wanneer iemand in de fout zit, ik geef maar voor, die man is laat gekomen, dan komt de man uitleggen hoe hard hij heeft gerend en hoe hij andere dingen heeft moeten doen en een toren heeft moeten beklimmen voordat hij aan het werk kwam. Maar gewoon, die man is te laat aan het werk gekomen. En dat is aan de orde. Aan de orde is niet of hij zijn koffie heeft laten staan thuis en heeft gerend en heeft opgeofferd om er te zijn. En dat is de constatering dat hij te laat is. En zo is die discussie in Suriname, gaat niet over of die mensen zich inzetten, hard werken en betrouwbaar zijn. Dat is niet de discussie. De discussie is dat je, wanneer je vacatures hebt, je open sollicitatieprocedures in acht moet nemen om de juiste kandidaten te kiezen en daar in dat proces niet jouw vrienden en familie moet bevoordelen. Dat is de discussie. En dan zie je dat Somarjo geen enkel antwoord geeft op die aspecten. Hij is de hele tijd bezig met hooggeschoolde vrouwen van hem die zoveel ervaring heeft, en er worden alleen maar politieke functies genoemd die haar zijn toebedeeld omdat ze de echtgenote is van meneer Somarjo, maar geen inhoudelijke argumenten om aan te geven dat er objectief is gekeken naar het brede veld. Het is een belediging namelijk aan, om te beginnen aan het adres
van de PL-leden. En die hebben gestemd voor de PL. Die wordt gewoon overgeslagen. En dat zie je dus duidelijk. Dat op het moment dat de PL de verkiezingen ingaat, heeft ze de steun nodig van iedereen. Want je moet stemmen voor de PL. En wanneer er is gestemd voor die PL, wanneer ze Moharjo met zijn listige politieke streken vergeet ik de naam van Ronnie Brunswijk, maar het komt erop neer dat zo'n hartje Ronnie Brunswijk helemaal heeft ingepalmd en in de war heeft, want ik blijf erbij, ik kom het een keer goed uitleggen, dat zo'n hartje met zijn PL eigenlijk van de aardwoorden was weggestemd, maar dat hij door die laatste set van hem, wat een hele briljante is overigens, dat hij is gekropen in de huid van de ABOP, dat hem een zetel heeft opgeleverd en dat hij er toch uiteindelijk 2 zetels uit weet te halen. Dat is alleen de lijpheid, zo noemt men dat, een lijpe politieke figuur. Dat is zo'n hartje wel, dat moet je hem meegeven. Hij kent de Surinaamse volksaard door en door. En dus dat is dus de verdediging van hem aan het adres van zijn echtgenoten. Maar het nieuws van vandaag is dat Bronto, zijn zoon, die minister is geworden van Binnenlandse Zaken. Ik zat al erop te wachten. Ik dacht, wanneer gaat Bronto iets doen waarvan men ziet dat het van hetzelfde lager een pak is als zijn vader. En ja hoor, het is al zover. Bronto heeft zijn beste vriend, want ik heb gezeten in die partij. Ik kan u er alles van vertellen. De twee mans die dag en nacht samen met Bronto heeft gewerkt. En als het enigszins kan, Bronto zijn schoenen voor hem poetst, is Juanito van Eyck. Juanito Eyck heet hij. Die van moet er niet bij. Dus Juanito Eyck. Dat is, je hebt een mevrouw Eyck, die ook in de journalist is. Dat is een heel populaire Gail Eyck. Ja, heel populaire en kundige journaliste. Dus ik wil haar hierbij niet betrekken. Maar het is haar broer. En hij heet Juanito. Ja. En Juanito is gewoon de boezemvriend van Bronto. En ik dacht, ja hoor, Bronto gaat moeite doen om die ook te betrekken bij het ene en ander. En dat is het nieuws van vandaag in Suriname. Dat Juanito Eyck, die in zijn vorige beroep is hij geweest lid van de kopieermachinekamer van het ministerie van Landbouw, die is nu onderdirecteur Binnenlandse Zaken geworden. De assistent van de minister van Binnenlandse Zaken. En Juanito Eyck, nogmaals, ik gun die man het allerbeste. Hij mag van mij president worden van Suriname of van Albina, of hoe je het wil benoemen. Maar in ieder geval, hij is nu onderdirecteur geworden van Binnenlandse Zaken, van de administratieve afdeling van administratie en diensten. Administratie en diensten. Maar het komt erop neer dat Juanito is gewogen en licht bevonden. En dan zie je dus ik blijf even bij die familie Somaharjo. Dan zie je dus aan de ene kant verdedigt Paul Somaharjo, verdedigt zijn echtgenote, dat ze hoog opgeleid is. Maar aan de andere kant weet hij dat hij dat niet kan zeggen van Bronto. Dus dan is het stil aan de overkant. Dan zwijgt hij over Bronto. En dan zie je dat Bronto in de eerste verstelling is gegaan door ook zijn boezemvriend Juanito Eyck, waarmee hij in de partij al jaren zoete broodjes bakt. En Juanito was een assistent in de televisiekamer van de PL. Is iemand die dus ook van journalistiek werk hield. En maar helaas daarvoor niet de juiste basisontwikkeling heeft. En bij sollicitaties vaak wordt afgewezen. En die hebben ze nu een afdeling gegeven waarbij ze denken dat hij on the job misschien wat kan leren. Hij is nu, zijn laatste werk was dus dat hij in de kopieerkamer was van het ministerie van Landbouw om de kopieermachine te bedienen. En dat hij nu onderdirecteur Binnenlandse Zaken is geworden. Ik zeg niks ervan,
gebruik ik geen superlatieven. Het is aan u om te beoordelen wat er aan de hand is in Suriname. Want daar gaat het om waarom ik dit nieuws breng. Dat deze regering op dit punt een dikke onvoldoende heeft. En dit is maar een voorbeeld van wat we kunnen volgen. En ik heb maar één partij besproken, dat is de PL. Ik moet u zeggen, ik heb Pardi, zo'n hard job heb ik van nabij bekeken. En ik vind, ze is een geschikt iemand. Dus ik heb het eigenlijk niet over de inhoudelijke kant van wat Pardi wel en niet kan. Daar is meneer Somarjo mee bezig. Ik vind meneer Somarjo ook een van de betere geslepen politici in Suriname, heb ik altijd gezegd. Maar ik ben nu bezig hun beleid te criticeren. En ik hoop dat men dat begrijpt. En mijn kritiek op Somarjo is dat hij niet begrijpt dat die belofte van family and friends betekent dat men in Suriname de bevolking heeft gezegd dat men niet wil denken aan nepotisme. En dat men het anders wil gaan doen dan de regering Boutersen, die alleen maar vrienden en familie en kennissen allerlei toelages en salaris heeft gegeven, auto's en allerlei materiële dingen, percelen en noem maar op. En dat gaan we nog horen allemaal. Dus daarom zeg ik, ik kijk heel kritisch naar deze familie, die alvast family and friends op de eerste plaats heeft gezet. Dat is de essentie van mijn boodschap. En dat precies in tegenspraak is met wat ze beloofd hebben aan het kiezersvolk. Ik ga over naar een ander onderwerp. Namelijk dat meneer Rudiza heeft een aantal tientallen auto's besteld. En voor de regering, zogenaamd was het een bestelling, nog onder juridictie van de regering Boutersen. Maar ja, die zijn dankbaar in ontvangst genomen door de huidige regering. En dus moet er een flink bedrag worden betaald aan Rudiza. En dat is ook in het nieuws in Suriname. Dat gaat maar door met onthullingen over bestellingen van auto's, nieuwe auto's, die nog binnenkomen. En dus dit is één voorbeeld van een bestelling van Rudiza van een aantal auto's. Ja, maar dus, er zijn nog meer nieuwtjes over auto's. Namelijk dat auto's die al aangeschaft waren, ja, en dat zijn auto's van allemaal in de orde van waarde rond de 50.000 Amerikaanse dollars. Ja, dat zijn four-wheel drives en allerlei luxueuze auto's die zogenaamd voor de ministers waren besteld. Die zijn nu voor een prikkie, zijn ze doorverkocht zogenaamd aan partijgenoten, de NDP'ers. En men heeft lijsten ervan die rondcirculeren. Ik ga mijn tijd niet verliezen om die lijsten te gaan behandelen. Maar je schrikt soms van die namen die op die lijsten staan. Maar het komt erop neer. Dus dat men vrienden en familie de gelegenheid geeft om die auto's voor een prik te kopen. En ik geef je een voorbeeld. Ze worden onder de 1000 euro. Dat is de prijs van een tweedehandse auto weer in Nederland die bijna 10 jaar heeft gereden. Onder de 1000 euro worden die auto's verkocht, doorverkocht aan vrienden en familie van Boutersen. En wat me opvalt op van die lijsten die circuleren, is dat het gaat niet dat één persoon de gelegenheid krijgt om zo'n auto te kopen voor een prikkie. Nee, ze kopen gelijk twee. Dus je ziet op die lijst, iedereen, ik koop twee van die auto's toch? En ik kan dat wel begrijpen. Als jij voor een prikkie een auto van 50.000 krijgt, dan zeg je, geef me direct twee. Ik zou zelfs zeggen, geef me drie. Weet je? Dus dat klopt van geen kanten. En dit moet de nieuwe regering onder leiding van Santokki maar toestaan en met leden ogen aanzien dat dit soort dingen zich nu nog afspelen in Suriname. Dus wat ik probeer te zeggen, en houd op met dit onderwerp, namelijk, je kan begrijpen de ergernis van die bevolking die wacht op nieuw beleid. En die wordt tot de dag van vandaag, en dat is al langer dan een maand, met dit soort nieuwtjes wordt die getrakteerd, die bevolking. En men is er spuugzat van. Dat is het nieuws wat u moet onthouden rondom die dingen die ik nu naar voren heb gebracht. Verder wil ik wezen op het nieuws wat
waar ik misschien later op terugkom, dat men... ik heb het over het Hof van Justitie. Ik weet niet wat er speelt dat men een beetje een advocaat is, jullie naam, dat is mevrouw Nipte van de Pro, enorm aan het stalken is eigenlijk, durf ik bijna te zeggen. Men heeft bekendgemaakt dat ze een tuchtstraf heeft gekregen en het gaat om twee gevallen waarin mevrouw Nipte zogenaamd te veel zou hebben gevraagd aan een cliënt. Maar dat dit in Suriname met zoveel media-aandacht wordt begeleid, vind ik een beetje tekenend. En ik denk dat er meer achter schuilt. Dat men de aanval heeft ingezet op bestuurslid van de Pro, advocaat Nipte, die heeft een tuchtstraf gekregen en dat ze een schorsing heeft aan moeten horen. Dat ze als advocaat voor een bepaalde periode is geschorst. Maar ik ga wat journalistiek onderzoek doen om te kijken wat er hierachter schuilt. Ik ga verder naar een bericht wat zeer alarmerend is, namelijk dat hoofdraad is al langer dan 3 weken zoek. Dus de Surinaamse politie kan hoofdraad niet vinden, maar hoofdraadse advocaten weten wel te communiceren met de rechterlijke macht in Suriname en namens hoofdraad bepaalde dingen af te dwingen of te verzoeken. Dus er is wel een vorm van communicatie tussen de advocatuur en het, laten we zeggen, en de rechterlijke macht, het justitieel apparaat, maar de gewapende macht in Suriname, die weet niet waar hoofdraad zit. En nu, natuurlijk blijft in Suriname niks geheim. Er hebben mensen foto's gemaakt van hoofdraad die hem gewoon hebben gesignaleerd. En het nieuws dat eigenlijk nu de ronde doet, is dat, dat hoofdraad vermoedelijk wordt beschermd door Daisy Bouters. Hè? Nogmaals, het is, kijkt u, op het moment dat wij geen informatie krijgen en er dus dingen worden afgeschermd, dan heb ik geen andere mogelijkheid om te verifiëren dan het bekend te maken in de hoop dat er meer informatie komt, omdat de Surinaamse regering een opsporingsbevel heeft uitgevaardigd richting hoofdraad. Dus in dat kader maak ik bekend, ik zeg, er wordt gefluisterd dat hij in bescherming is genomen door de president, die onlangs met een dronkenmans, in dronkenmanstaal heeft gezegd dat hij die stad Paramaribo gaat afsluiten. Dus dan, als hij dat kan, want dat zegt hij met zijn bratkantie van zijn moffel, dan heeft hij dus ook hoofdraad hermetisch afgesloten van de buitenwereld. En is hij in staat om het politieapparaat in Suriname zodanig te beïnvloeden dat men zogenaamd hoofdraad niet kan vinden. Dus er zijn 2 roddels. Die ik u in het kader van de opsporing van meneer Hoefdraad toch ga bekendmaken. Met onder voorbehoud natuurlijk dat het roddels zijn. We moeten de harde werkelijkheid achterhalen. Maar ja, als de politie dat zelf niet kan, wie ben ik om me te baseren op harde feiten? Dus ik ga bekendmaken wat wij weten nu. Omdat wij door verschillende burgers zijn geïnformeerd. Dat Hoefdraad wordt beschermd door meneer Boutersen. Dus hij woont of in het huis van Boutersen, of wat de tweede optie is, wat je hoort nu, is dat hij zich schuilhoudt in Brokkebakka. Een soort Camp David van meneer Boutersen. Op weg naar Afubakka. Is, als je dus van Paramaribo naar Afubakka rijdt, is aan de rechterkant, enkele kilometers voordat je in Afubakka bent, heb je de Brokkebakka, is een proefplantage van Victoria, wat is gestolen door Boutersen. En daar zal, dat is een advies van mij aan de regering, om precies na te gaan hoe Boutersen aan dat stukje grond is gekomen. Maar dat is bekend, roemrucht geworden, Brokkebakka als plek waar Boutersen dan geheime conferenties houdt. Ook daar heeft hij gesproken met Deo Baburam over zogenaamd verstoringsroutes in zaken het rechtsproces tegen Boutersen.
ieder geval daar, ik ben daar in mijn periode dat ik dus bevriend was met meneer Bouders, ben ik daar verschillende keren geweest bij het begin van het ontwikkelen van het proefproject van Victoria. Daar zijn palmbomen geplant om te kijken hoe ze gedijen in de Surinaamse aarde en om gewassen te verbeteren. En is er een soort palmentuin die vele malen groter is dan de palmentuin die we kennen in de stad. Dat heeft Bouders daar kunnen opzetten. Dat, trouwens, hij heeft die dingen niet geplant. Die dingen waren er al, maar waren verwaarloosd. Hij heeft die plantage een beetje schoongemaakt, laten schoonmaken. En er is een dorpje gemaakt waar hij onder andere bijvoorbeeld met Seeuw, die nou overleden is en die waarvan bekend is dat Seeuw verslaafd was aan cocaïne, dat soort figuren hield hij daar een beetje in bescherming. En zo heeft zich ook gevoegd tot die inkroot van Brokobaka, meneer Hoefdraad, die niet kan worden gevonden door de Surinaamse politie. En dat is mijn alarmerend nieuws, dat er van alle kanten ons informatie bereikt dat het Surinaamse politieapparaat is geïnfiltreerd door Boudersen en voor een groot deel onder controle staat van Boudersen. En daarom kan Boudersen nog zijn mond breed openmaken, omdat hij zowel bij de politie als in het leger, dus onder het ministerie van Defensie, heeft hij onder of boven de oppervlakte, heeft hij cellen weten op te zetten die nog springlevend zijn en die het meneer Santokhi, de president van Suriname, moeilijk maken om te handhaven. Want Santokhi is een expert op het gebied van handhaven, dat weet Daisy. En hij heeft om Santokhi het onmogelijk te maken om de veiligheid in Suriname te handhaven, heeft hij dat segment van de gewapende machten in Suriname ondermijnd. En dat is zeer serieus wat ik zeg, dat men in Suriname geen spelletjes moet spelen, maar concreet deze kwestie moet onderzoeken. En zo snel mogelijk, omdat hoe langer je wacht, hoe gevaarlijker de situatie wordt. En dan wil ik even overschakelen naar... ik heb dit gedeelte heb ik gehad. Ik wil overschakelen naar een nieuwtje wat zeer positief is. Voordat ik ga eindigen met een partijpolitieke kwestie, wil ik aangeven dat ik wel enorm blij was toen ik hoorde dat in die reissector, ja, dat er voor het eerst in Suriname, en ik heb dat bericht gekregen van een vriend van mij die in de reissector actief is, en dan zodra ik meer informatie heb, ga ik het u zeker brengen, maar er is voor het eerst in de geschiedenis rijstolie geproduceerd in Suriname. Olie uit rijst. En het is spijsolie. En die spijsolie is nu door een Surinaams bedrijf op de markt gebracht. Ik ga met toestemming van het bedrijf de volgende keer hier dieper op in en zal dan de naam van het bedrijf ook noemen en precies aangeven wat de bedoeling is. Maar in het kielzog van dit nieuws, namelijk dat uit rijst in die rijstsector nu Surinaamse olie wordt gemaakt, spijsolie, wil ik u wijzen dat u weet, als u de supermarkt bezoekt hier in Nederland, dan ziet u rijstwafels. En ik noem enkele producten uit de rijst. Rijstwafels, rijstmeel. En dan wil ik u noemen dus de paddy, waarvan men in Suriname, als je de paddy slijpt, dan haal je het kaf, haal je weg en dan blijft die witte rijstkorrel over. Maar de paddy, het kaf van die paddy werd in Suriname gewoon verbrand. Maar is ook de grondstof voor andere producten. De paddy kan namelijk, als je dat combineert met de biomassa, noem men dat. De biomassa is, dus je kan zeggen, de weest van het Surinaamse bos. Gewoon alle takken en bladeren die er gewoon op de grond nu vallen en misschien verbrand worden. Die materie, als je dat mengt met, ik zeg het een beetje kort door de bocht, maar kom er ook later op in een specifiek programma op terug. Als je dus die rijstafval
vermengd met de biomassa, dus de waste van hout in het bos, dan heb je een grondstof om bijvoorbeeld houtplaten te maken, blokken te maken om te stoken. Dus je kunt door te persen, kun je pellets maken, houtpellets kan je maken daarvan. En kortom, die industrie, want dat is mijn nieuws, dat Suriname een zeer veelbelovende industrie heeft, die men, als men het goed aanpakt in Ikeri, een gestalte kan gaan krijgen. Als men al deze sectoren, al deze gebieden, zullen we zeggen, rondom die rijstproductie, waarmee men niets deed, ja, en dat men nu dus rijstolie kan maken, dat er in Suriname rijstwafels moeten worden gemaakt. En ik wil u wijzen erop dat rijstmeel, dat wordt ook gemaakt in Suriname, maar dat men dat moet gaan verfijnen. En dat heel veel mensen hebben het niet begrepen, want toen ik in het eerder programma het erover had, dat in Guyana, Suriname leverde die tarwebloem, leverde Suriname aan Guyana, toen Burnham de import van tarwebloem in Guyana verbood. En een heleboel mensen die hebben toen, of een aantal, hoort je een heleboel, een aantal mensen die hebben toen gereageerd en gezegd, ja, Burnham was een dictator en ik weet niet wat allemaal. Maar daar ging het mij niet om. Ik had het puur over zijn motivatie aan de Guyanese om eigen voedsel te produceren. Om niet afhankelijk te zijn van de import van goederen die je moet eten, van basisproducten. En doordat Burnham, en daarom breng ik het weer naar voren, doordat Burnham in Guyana de nadruk heeft gelegd op het produceren van je eigen meel, en heeft de Hindoestaanse bevolkingsgroep van Guyana die eerste last hiervan ondervond, en dus die tarwebloem uit Suriname importeerde, clandestien, die hebben nu een voorsprong op de hele regio en het Caribisch gebied en Suriname, dat een heleboel producten nu, voedsel, basisvoedsel uit Guyana komt. Ik noem u een paar voorbeelden. Dat als je in Suriname spaghetti wil eten, komt de spaghetti uit Guyana. De Guyanese hebben die rijstmeel veredeld, zodat een groot gedeelte van hun broden worden gebakken met rijstmeel. Het probleem met de eerste fase van de ontwikkeling van rijstmeel is dat in die beginfase als een brood werd gebakken met rijstmeel en het brood bleef een dag, dan werd het even hard als een steen. Men kon je ermee doodgooien met een broodje gemaakt van rijstmeel. Maar al gaandeweg heeft men in Guyana geleerd om het veredelingsproces te verfijnen. En ik geef dit even als korte sideline informatie, dat de essentie is van het verwerken van je eigen producten. En ik breng het weer naar rijst, want Suriname heeft een grotere rijstsector dan Guyana. En dat wij dus nu hebben gezien dat als wij die industrie die gekoppeld is aan die rijstproductie, als wij dat beheersen met investeringen, wij een verdiencapaciteit produceren voor onze economie. En dat is de essentie van mijn nieuws. En dan ga ik over naar het einde van dit programma. Namelijk door te wijzen erop dat de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven officieel heeft dat was een van die nieuwtjes, heeft vastgesteld dat de koers van de Surinaamse munt nu is dat je 14 SRD krijgt voor 1 US dollar. Dat de VSB daarvan uitgaat. En dat heeft me gebracht tot het politieke feit, namelijk dat de VSB zich eigenlijk door dit nieuws en opwerpt als monetaire autoriteit in Suriname, als factor die mede helpt bepalen hoe de koers moet liggen in Suriname. En dat brengt me op het punt wat ik in de komende uitzending ga uitwerken, want het is een hele moeilijke materie. Dat is de vraag rondom de Surinaamse munt, of wij die munt moeten gaan devalueren. Want daar komt het eigenlijk op neer, dat wanneer je als bedrijfsleven, de VSB, de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven, zegt dat ze 14 SRD gaan handhaven voor de US dollar, betekent in feite dat ze
de monetaire autoriteiten, Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën een beetje voor de voeten lopen. Aan de ene kant, maar aan de andere kant moeten ze het doen, omdat het bedrijfsleven doorgaat in Suriname. We zitten de hele dag in Suriname met discussies over cartoons en auto's die worden gestolen van de regering en zo. En allerlei sideline informatie over vrienden en familie die banen krijgen. Maar intussen gaat het Surinaams bedrijfsleven gewoon door. En zie je dat nu de VSB een leidinggevende positie inneemt met betrekking tot de bepaling van de intrinsieke waarde van de Surinaamse munt. En dan wil ik even zeggen voor het slot, want ik zie dat mijn tijd op is, wil ik zeggen dat minister Albert Ramdien, ja, die is met vier ministers, is een ploeg van vier ministers naar Frans-Guyana gereisd om zo aan te gaan praten met de Franse regering. En dan, ja, ik word er gewoon misselijk van dat ik probeer u informatie te geven. Want wanneer je hoort je minister van Buitenlandse Zaken gaat op reis, dan denk je, oh, er gaat misschien iets gebeuren in de relatie met Frans-Guyana. En als je het nieuws volgt, dan hoor je alleen maar dat ministerie, dat minister van Justitie meegaat in die reis. Minister van Volksgezondheid is mee in die reis. Minister van Defensie is meegegaan in die reis. Dus zoveel ministers gaan naar Frans-Guyana om de betrekkingen tussen Suriname en een niet-onafhankelijk land te regelen. En als je gaat dieken, als je gaat dieken in die informatie van wat is dan het nieuws, dan is het nieuws 0,0. Men heeft gewoon een snoepreisje gemaakt naar Frans-Guyana. En daarom kan ik u ook niks bijzonders mededelen. Ik moet u eigenlijk zeggen, ze laten Suriname weten dat ze dat goed maken in hun luxe hotels in Frans-Guyana. En dan eindig ik eigenlijk met die sombere constatering dat er op verschillende gronden, als we evaluaties maken van wat die nieuwe regering onder leiding van meneer Santoki heeft bereikt, moet ik u zeggen dat alle signalen die wij opvangen als mediadeskundigen, als journalisten, die wijzen in een negatieve richting dat deze regering de zaak niet op orde heeft. En dat er een heleboel essentiële zaken, zoals ik zo net aanhaalde, het family and friends beleid, daar gaat de grootste kritiek van die bevolking gaat naar family and friends. Je ziet dat er enorme verspillingen gewoon zijn overgenomen, maar je kan je niet verontschuldigen. Je neemt de verspilling over van auto's die door Rudisa, meneer Dilip Sardjou, zijn besteld. Die moet je aannemen, want die bestelling is gedaan ten tijde van Boudersen. Ja, dan zijn van, hou liever je mond, neem die auto's en ga lekker rijden met die auto's. Maar verveel ons niet met dat nieuws, omdat je niks kan doen. En dat is één, en ik sluit met een andere constatering die de moeite waard is om dieper op in te gaan in de komende uitzending. En dat is de verhouding tussen de politieke partijen binnen de regeringscoalitie. Want dat wordt nou belangrijk. Namelijk de vraag of de NPS de zaak onder controle heeft. Want je hoort, je ziet gewoon dat de NPS de grote afwezige is. En je hoort dus nu steeds meer kritische geluiden van meneer Kruisland en van de voorzitter, of van de voorzitter van de afdeling Paramaribo, ja, die steeds luider klinken geluiden dat men meer inbreng wil hebben van de NPS in de regeercoalitie. De vraag is ook in welke mate de PL oververtegenwoordigd is, in die zin van dat de politieke invloed van de PL een beetje overdreven is. Dat men zich een beetje irriteert in Suriname aan de manier waarop de PL alleen maar profiteert van het meedoen met die regering, maar eigenlijk geen enkel inbreng heeft in het beleid. En de wijze waarop dus die bevolking kijkt naar die verrichtingen van de nieuwe president, dat die in de richting gaat dat men de regeerploeg nog een onvoldoende geeft. Er zijn lichtpunten, ik heb het de vorige keer gezegd, meneer Santoki doet het heel goed als hij die extra toelages aanpakt. Maar dat is maar één ding. Ik hoop
dat en om dan te eindigen met wat ik naar voren wilde brengen, in zaken de afwezigheid van meneer Ramdin, dat hij nu in het buitenland zit, maar met vier ministers zijn ze zaken gaan doen in Frans-Guyana, het kleinste land van Zuid-Amerika, dat niet onafhankelijk is, dus ze kunnen eigenlijk geen moer afspreken daar. Sorry voor mijn taalgebruik, omdat ik een beetje geïrriteerd raak wanneer ik zie dat de Surinaamse pers geen enkele kritiek uit dan maar een bericht lanceert dat de minister naar Frans-Guyana is met een ploeg van vier ministers naar een niet onafhankelijk land en zonder agenda. Dan zeg ik, wat moet ik dan verwachten wanneer deze minister bekend maakt dat hij nieuw beleid gaat maken tussen Suriname en Nederland? En dan zeg ik, daarmee eindig ik echt. Dan zeg ik, het lijkt erop, ik gaf aan een vriend van mij vandaag in een telefoongesprek een voorbeeld. Ik zeg, het is dat Suriname en Nederland nemen de trein over die een nieuw beleid moet gaan maken tussen Nederland en Suriname. En Surinamers die houden zich alleen maar bezig wie aan het raam gaat zitten in die trein en wie de machinist wordt en of er brood is aan boord, et cetera. En Nederland is bezig de spoorwissels te leggen zodat die trein in die richting gaat waarin Nederland wil. En dat is de essentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat die ons moet komen uitleggen wat de koers is die Suriname gaat varen in de internationale politiek. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer.